Ja, we gaan uh, door en er komen meer mensen bij. In deel twee van dit webinar ga ik in gesprek met Yves de Martelaren en Lisbeth de Preuw. Directeur Christine Hannes kon er vanavond onverwachts niet bij zijn en daarom blijft Bert Smits nog even hangen. Lisbeth, Yves, goedenavond, hartelijk ja. welkom. Um, we beginnen bij het begin. Stel jezelf even voor aan elkaar, zodat het een... Uh, Fijn gesprek kan worden. Lisbeth, ik begin bij jou. Ik ben Lisbeth de Preuw. Ik uh, geef ongeveer 17 jaar les nadat ik zeven uh, jaar in de privé had gewerkt en eigenlijk voelde dat dat het toch niet was. En um, ik doe dat heel graag, ik vind het de mooiste job die er is. Hm. Um, cool. Maar ik uh, ik wel, ik ben heel pragmatisch, heel oplossinggericht van aard. En daar zitten wel een aantal dingen waar ik af en toe op bots en waar ik af en toe inderdaad uh, voel van daar moet meer ruimte zijn, of ik wil daar graag iets anders dan wat ja, er nu is. Dan wat er nu is. Ja. Ja. Uh, en dat zit op heel veel niveaus. Oké, okay, we gaan ja. er dadelijk concreet op in, Liesbeth. Yves, welkom. Goedenavond, ik ben Yves De Martenaren, bestuurder, sectorverantwoordelijke voor het gewoon onderwijs bij de organisatie Broeders van Liefde. Dat is uh, al ruim een tiental jaar, en daarvoor was ik directeur van een uh, grote secundaire school. En zelf ja, een passie in leiding geven en onderwijs en alles wat daarmee uh, omgaat. En intussen ook auteur van uh, twee boeken Scholen Slim Organiseren, samen met collega Tom van Akker. Hè. Jullie ook wel bekend. Mm -hmm. Dus in die zin heel gedreven om uh, ja, de mindset van onderwijs toch uh, een keer te proberen om te draaien. Hè? Net zoals Bert aan het uh, ja. heeft gepoogd om in een vogelvlucht uh, ja, vastgeroeste dingen weer wat los te krijgen. Hè? Dus, uh, Dat is een mooie samenvatting, denk ja. ik. Dat is waar het om draait. Lisbeth, ik, ik start graag bij jou. Jij hebt in die 17 jaar het onderwijsveld waarschijnlijk. Wel wat zien veranderen. En je kan ook vergelijken met de privé. Wat deed de, de, de uitleg en de hoopvolle verwachtingen van Bert met jou toen je het hoorde in deel 1? Ik ben het met heel veel dingen eens. Ja. Ik, uh, er zijn heel veel dingen waarvan ik zeg, ja, ja, graag, graag nu, nu, direct. Um, alleen mijn directe bedenking bij heel veel van die dingen is, ja, maar ik moet ook nog slapen. En dus er ik, ik, um, zijn heel veel dingen die je kan doen als leerkracht. Ik vind dat een heel veelzijdige job. Um, ik kan me daar volledig in uitleven, zowel materiaal maken, inderdaad, als lesgeven, als leiding geven aan leerlingen, als leiding geven aan een, een vakgroep of een team. Hè. Dat zit daar allemaal in, dat is allemaal mogelijk. Maar ik heb ook maar 24 uur in een dag. En in die zin is het inderdaad zinvol wat je zegt van daar moeten teams gevormd worden. Uh, daar moet een soort gedeeld leiderschap ontstaan. Uh, daar zijn goede initiatieven. Hè. Klassement is zo eentje waar je effectief heel veel lesmateriaal kan afhalen en opzetten. En waar je heel leuke reacties kan krijgen van collega's, zoals dat dan heet. En, en dat is fantastisch. Maar inderdaad, soms denk ik ook: van ja, hier heb ik nu gewoon de tijd niet voor en dan, moet het, dan is het kiezen gewoon. Dan is het echt kiezen. En kiezen is in dit geval verliezen. Ja. Ja. En daar vat je volgens mij samen wat de, het lerarenberoep tot op heden echt is. Namelijk, je kan niet alles doen en er wordt. Misschien tot nu toe wel verwacht, Bert, ik kijk weer naar jou, dat een leraar er wel alles bijneemt en dat is wat jij misschien dat wil, ik, wil doorbreken. Ja, dat wil ik doorbreken en ik denk dat zijn Semmels ook nog op kan aanvullen. Allee, in mijn ogen is het tot nu toe wat we al deden en al de rest dat erbij komt. Ik merk dat met digitalisering, het komt erbij, alles komt erbij. Terwijl ik denk, ja, dat is niet te doen. En er zijn er twee sleutels in mijn ogen: meer teamwork. Ik denk dat je daar zelfs nog wat meer over kan zeggen. Maar ook het idee van de tijd herindelen, zou daarbij moeten helpen. Ik vind het eigenlijk van belang dat leraren op een rustige manier hun werk kunnen doen. En nu wordt alles uitgedrukt in die contacttijd. Alsof het betekent dat een leraar contact heeft met zijn leerlingen, alleen wanneer die fysiek. Hmm. Te midden zijn leerlingen voor de klas staat. Ik vind dat eigenlijk een achterhaald idee. Ik denk dat, een leraar, dat er veel contacttijd moet zijn in termen van leerlingen die in de contexten komen waar ze dingen mogen doen. Maar dat betekent een stukje zelfstandig werk in opdrachten die voorbereid zijn. Dat betekent een stuk ook online kijken naar dingen die zijn opgenomen. Dat betekent soms ook één op één contact hebben, maar evengoed een leraar van een hele grote groep. En door met die tijd te gaan spelen, ga je eigenlijk. Ruimte maken om andere dingen te doen die zorgen dat je het slimmer kan doen. En dan kijk ik nu naar Yves. Ja, ja en voilà. inderdaad, want je, je ja. gebruikt het woord ruimte, Yves. Uh, met Broeders van Liefde, jullie denken ook mee over slimmere werkorganisaties. Waar kunnen we ruimte creëren? Kunnen jullie ruimte bieden? In eerste instantie, om ruimte te creëren, zullen we dingen moeten afleren. Ja. Afleren is waarschijnlijk ook een vorm van leren. En ja, dat is geen gemakkelijk proces om zaken los te laten, om ruimte te creëren. Het creëert zelfs in het begin wat chaos en onzekerheid bij heel wat mensen. Als je morgen tegen de leerkracht moet zeggen dat ze in team moeten gaan werken, zijn er heel veel uh, zandzakjes waardoor de ballon niet meer omhoog gaat. Hè. Dus ik denk dat het uh, uh, zeker op een of andere manier op een, anders zal moeten aangepakt worden. En het is een breder verhaal dan uh, ja, we gaan teams bouwen. Hè. Mm. Als je morgen als directeur. Zegt van: Ik heb een interessante lezing gevolgd. Morgen gaan we teams bouwen. Ja, dat komt niet goed. Nee. Dus ik denk dat er een, toch wel wat meer inspiratie zal nodig zijn. He? Wat uh, ja, de veranderkracht, he? de dwang en de drang proberen te zoeken. Om um ook die leerkrachten uh, mee te krijgen in het verhaal. En te doen inzien dat het proces dat ze lopen, dat er nieuwe dingen kunnen uit voortvloeien. die hen vooruit helpt. Nee. He? Want uh, om daar nog op in te gaan. Ja, leerkrachten hebben geen schrik van veel werk. Hè. In Vlaanderen werken de leerkrachten werken zeer veel. Hè. Tijdsbestedingonderzoek dat zo, ja. heeft dat uitgewezen. Uh, een derde van die tijd uh, ja, spendeert ze in direct contact met de leerlingen voor les te geven. Dan heb je een verhadering, 8 procent aan administratie, 4 procent aan vervangingen. Wat hen eigenlijk stoort, is ja, alles wat daarbij komt, wat in hun ogen niet meer zinvol is. Ja, uh, en dan, dat vergroot de complexiteit. Hè, want we gaan dat dan aan anderen vragen, aan coördinatoren uh, om het te regelen, die het dan voor heel de school gaan regelen. Het maakt het alleen maar complexer. Hè. Uh, dus eigenlijk is het een beetje de vraag: als we teams gaan bouwen, dat we multidisciplinaire teams uh, bouwen voor uh, een grotere community van leerlingen. Ik ga bewust het woord ja, ja. klas niet Absoluut. meer gebruiken, ja. want uh, daarnet. Dacht je nog aan het idee van klassen, maar ik probeer het woord klas te vermijden. Een Commun community van leerlingen, waar dat team ook uh, meerdere schooljaren na elkaar uh, verantwoordelijk kan zijn. Hè, want het is niet alleen autonomie, je hebt daar ook dan een verantwoordelijkheid voor, ja. om die leerlingen te begeleiden in de kernopdracht van onderwijs. Mm. De kernopdracht van onderwijs, die dan veel ruimer is dan alleen maar lesgeven. Hè. Uh, het gaat over kwalificeren van leerlingen, talenten ontwikkelen, dat leervermogen activeren en dat welbevinden organiseren. Eigenlijk is dat een integratie van die taken. Dat, dat loopt door elkaar. Het is bijna een zeel hè, dat je moet samen vastpakken. En dat is niet zo evident als je dat jaar na jaar hè, andere leerlingen, zoals een lopende bandsysteem hè, voor je hebt, dus meerdere schooljaren na elkaar. Mijnzelfde community van leerlingen, wat voor een duurzame relatie zorgt. Waardoor ook leerkrachten ja, ja, een proces een, kunnen, doen. Een proces ja, ja, kunnen ja, doen. En die elke avond in het leerlingvolgsysteem moeten inputten wat er allemaal gebeurd is. Omdat de coördinator dat zou weten. Hmm. Om dan, ja, wat doet men daar dan mee met al die info? Hè? Wat, wat doet men met die data? Hè? Dus leerkrachten, denk ik, in, in het vele werk, die hebben. Ja, een vast nest nodig. Die hebben ondersteuning nodig. Die hebben collega's nodig. Een psychologische veiligheid om ook dat leerproces, hè, waar je het daarnet over gehad hebt, om ook dat leerproces te kunnen laten draaien. Leren is niet enkel cursusvolgen buiten de school. Het is veel meer... Leren is vooral binnen de school. Ja. Ja. Waar je nu over spreekt is een hertekening van hoe het tot nu toe verloopt. Het is echt anders. Daar, moeten natuurlijk, daar moet gefaciliteerd worden. Hè. Directies moeten ondersteund worden. Leraren moeten ook mee zijn. Starters, daar gaan we het straks nog over hebben, euh, hebben dan een andere insteek nodig. Lisbeth, ik kijk naar jou. Hè. Also, dit is echt een, een andere visie. Vanuit jouw ervaring, zowel vanuit het privé als vanuit het onderwijs, welke elementen zie jij als, als haalbaar? Ik denk dat er heel veel haalbaar is. En voor mij hoeft dat zelfs niet te zijn dat je meerdere jaren met een klas meedraait. Maar die flexibiliteit tussen leerkrachten, teams, uh, misschien zelfs scholen en... en Misschien moet je op een bepaald moment ook kunnen veranderen van, van een school of, of in een andere context gaan lesgeven. Die denk ik moet veel groter. Ja. En als we inderdaad die rol van die leerkracht willen hertekenen, dan moet je ook heel goed kijken naar die profielen van die leerkrachten die voor jou staan. Want het is heel mooi om te zeggen: een leerkracht moet een coach worden. Dat is de hype van vandaag. Maar als ik geen coach in de natuur heb. Dan is dat niet waarvoor ik getekend heb in het onderwijs. En dat is een heel grote diversiteit op dit moment. Als ik kijk naar alle mensen die ik ken in het onderwijs, daar zitten heel veel verschillende profielen tussen. En als je dan zegt van oké, okay, we willen daar een team van maken, dan ga je daar rekening mee moeten houden. En als je dan wil naar gedeeld leiderschap, wat ik denk dat dat bijna noodzakelijk is als je echt in, in teamwerk spreekt, dan denk ik. Dat, dat je die profielen wel moet bekijken en dat je inderdaad niet zomaar van één school kan zeggen van, oh wij gaan nu dit doen. Want als die heel veel van diezelfde profielen heeft die daar niet mee matchen met die hmm. nieuwe visie of met die andere visie of die andere manier van werken, dan lukt dat niet. En bovendien denk ik ook wel dat je moet rekening houden met dat doelpubliek van ja. leerlingen, want ook daar zitten heel diverse... Profielen. Dat is een redelijk complex gegeven van leerlingen die bepaalde leerstijlen of, of manieren van werken beter verteren ja. dan anderen. Of andere noden hebben. Andere ja. noden hebben en ook leerkrachten. En om die match te maken heb je, denk ik, inderdaad heel veel ondersteuning nodig, maar ook heel veel flexibiliteit. Het is sowieso al fijn dat, is... dat er over profielen gesproken wordt ja, in plaats van enkel. Leraren. Ja. Want ik denk ook, lesgeven is één activiteit. Ik denk, er is, een, er is een grote opportuniteit op dit moment omdat we met een leraar tekort zitten. Dat klinkt nu heel raar, maar ik denk, ah ja, want als je met een leraar tekort zit, wil dat zeggen dat je uit andere vaatjes moet gaan tappen. Als je dan zegt, maar wacht eens even, wat is er allemaal nodig om die die, die kinderen, die jongeren te laten ontwikkelen? Ja. Dan kan je een veel bredere set aan profielen gaan beginnen te bepalen. Waarbij dat ik denk dat je uit een veel breder gamma aan mensen, als ik, het zo, als ik jou, op jouw verhaal doe, kan gaan zeggen, maar wel echt mensen, door die eigenlijk heel goede ontwerpers zijn van leercontexten bijvoorbeeld. Dat is een heel ander profiel. Dat zijn misschien geen mensen die heel gemakkelijk. Voor een groep gaan staan. En daar, maar dit zijn wel mensen die dat prachtig kunnen doen. Dat is een deel van, het, van wat je nodig hebt als leraar. Um, Even hoe zijn er mensen die zeggen: maar ik, ben echt ook wel, ik, ik wil echt wel die community, die groep, uh, een stuk gaan ondersteunen? Dat is een stuk een andere rol. Ik vind dat idee van: leraar moet een coach worden, dat is zo'n boutade om te zeggen: we, we veranderen niks. Dat, dat is, nee, ik denk dat het leraarberoep uit heel veel um, stukken bestaat. Yeah. Um, ik denk dat iedereen wel in essentie leraar moet zijn. Dus in alles wat je doet, ook als je materiaal ontwikkelt of context ontwikkelt, blijf je een leraar. Maar misschien niet altijd de leraar die de grootste uh, animator is die uh, prachtige instructielessen kan geven, maar gewoon uh, die leercontexten gaan kunnen ontwikkelen. En, ja. en je hebt mensen die ook, en dan kom ik bij een ander deel van de, de groep, je hebt ook best wel wat collega's in teams. Want als ik in scholen kom en, en er ontstaan nieuwe kansen, die wel die nieuwe kansen beginnen grijpen om andere dingen te gaan doen. En ik denk dat we daar moeten zeggen van niet alle leraren moeten plots nu allemaal, want dat is zo, uh, zo werkt nee. het niet. Het gaat eigenlijk ook, Yves, ik kijk ook naar jou, om, om talenten erkennen en herkennen ja. van je team. Ja, voilà. Je team is multidisciplinair samengesteld en als je het woord gedeeld leiderschap laat vallen en je het leiderschap in het team ergens hè, steekt, waar je de autonomie en de bevoegdheden, maar ook het beslissingsvermogen rond dat werk aan dat team verdeelt dan kan je van de verschillende teamleden verschillende rollen vragen. Hè. Ja. Uh, in ons geval, alle, elke teamled, elke leerkracht is, uh, is ergens expert in. Hè. Uh, niet dat het een junior en dan een senior en zo verder, maar iedereen is expert. Hè. En we hebben leerlinggerichte rollen die uh, ja, naar hun welbevinden peilen, de planning met hen opvolgen, de studiebegeleiding met hen doen. Je hebt ook expertise rollen, vakgerichte rollen. Vakexpertise is nog altijd belangrijk, uh, geïntegreerd of niet geïntegreerd. En je hebt daarnaast, laten we zeggen, een paar leidinggevende zaken. Hè? De coachgerichte ja? rol, mensgerichte rol. Mm -hmm. uh, ja, er moet ook kwaliteit geleverd worden met het team. Hè? Voldoen wij aan een zekere norm wat de onderwijskwaliteit is? Je, de evaluatiebeleid is, bijvoorbeeld, voilà, dat moet je ook goed hebben. De bedoeling is dat de onderwijskwaliteit wel omhoog gaat, Omhooguit. ondanks het lerarentekort, als ik het zo mag zeggen. Uh, de veranderingsbereidheid, een veranderingsgerichte rol, de visie. Hè? Wie bewaakt dat we als school authentiek blijven aan de waarden die we hebben geafficheerd. Hè? Dus al die rollen die zitten samen in dat team. En wat ons betreft is dat zelfs een dynamisch gegeven. Dat is niet van vandaag tot aan uw pensioen, mm. bij wijze van spreken. Hè? Dus die rollen kunnen en... ook wijzigen. Ja. En nieuwe leerkrachten komen binnen en hebben onmiddellijk een vast nest, bij wijze Super, van spreken, hè? waar men ze ja, meeneemt uh, in die rollen ja. die bij hen en hun talenten passen. En misschien komt er wel iemand in mijn team die ja, een bepaalde vaardigheid of expertise heeft dat wij nog niet hadden. En, en dat, dat nu van belang, komt, ja. van belang is in de ontwikkelingen die komen naar aanleiding van corona of iets dergelijks. Het is elkaar aanvullen. Hè. En ik vind het fijn dat je begint over starters, want daar wil ik het graag over ja. hebben. Het, het begint allemaal ook met het idee dat je mensen in een lerarenopleiding hebben over de beroep van. Leraar. Lisbeth, je had eigenlijk een concreet idee om een stagiair een soort meeloopweek te laten doen en alle, alle facetten te laten zien. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Als, als ik zie hoe zij binnenkomen en dan, dan uh, is dat geen tegenvaller, hè? zo bedoel ik dat niet. Um, dan hebben zij een aantal ideeën over onderwijs. En, en ze hebben een stage al gedaan. Ze hebben al een, een deel geproefd van een aantal. Ik heb ook de indruk dat ze meer vormen moeten doorlopen op dit moment. Als ze niet zomaar meer mogen kiezen waar en wanneer dat ze stages doen. Maar ze, ze, het, de complexiteit van de job en het hele pakket. En wat er na zo'n dag allemaal in je hoofd zit. Dat kan ik niet vertellen. Ik kan dat niet vertellen. Ik, ik, ik moet dat, dat moet laten zien. En dat daarvoor volstaat het ook niet om één uur les te geven en twee uur voorbereiding te maken en vijftien ja. uur les te geven op, op een week. Want oké, okay, dan heb je dat één week gevoeld. En dan weten zij in theorie natuurlijk wel dat je na verloop van tijd minder tijd steekt in de voorbereidingen en daar een soort routine in krijgt. Maar het zien van hoe dat. Hoe zo'n ervaren leerkracht omgaat met al die dingen tegelijk, is denk is ik zeer waardevol. En cruciaal om te begrijpen aan wat ze beginnen. Ja, ja. En, en ik kan dat ook niet in woorden uitleggen. Ik, dat zijn heel veel dingen tegelijkertijd die spelen. Als ik voor een klas sta en dan is het tegelijk leiding geven, en het is tegelijkertijd is... mijn vak geven, en het is tegelijkertijd. Uh, Coachen bij die ene waarvan ik weet dat hij het moeilijk heeft, hmm. en de andere opvangen die daar hè, uh, aan het afhaken is. Hmm. En hoe ik dat moet uitleggen met woorden, dat, dat gaat niet. Dat moet je zien, dat moet je voelen, dat, daar moet je in zitten. Dat bad moet, moet volledig rond jou zitten om inderdaad te voelen: van, van wauw, dit is. Dit is lesgeven. Een allround job waar je je helemaal in kan verdiepen en verbreden en levenslang met passie van alles in kan doen. En het, het houdt misschien een aantal vooroordelen tegen die niet alleen starters, maar ook de maatschappij heeft, hebben heeft op dit moment. Dat leraar zijn alleen maar je vakgeven is. Ja. Want dat is toch wat er op dit moment ook nog speelt, Yves. Dat de maatschappij naar het beroep van leraar kijkt als iets zeer eenzijdig. En dat, soms mensen zeggen mensen. Misschien ga ik als later les lesgeven, plan B. Lesgeven. Ja. Plan B. Maar het, is natuurlijk, het komt vanuit, een, vanuit een, uh, een maatschappij waar de leerkracht uh, heel wat aanzien had. Hij was letterlijk de meester. Hè. Mm. Hij wist het beter, hè, bij wijze van spreken. Zoals de notaris in het dorp, was dat voor de leerkracht ook zo. Ja, dat is gedaan, hè. Uh, van leerkracht uh, wordt natuurlijk een zekere competentie en vakkennis verwacht, maar daarnaast zoveel meer. Hè? Onderwijs voedt ook op. Onderwijs vormt ook mensen, hè, in, in de brede zin van het woord. Dus ik denk dat het ook wel tijd is om de, het imago van het lerarenberoep uh, ook positief in de, in de kijker te, te zetten. En goede voorbeelden ook uh, veel aandacht te geven. Uh, want er zijn zeer veel goede voorbeelden en er is zeer veel engagement uh, in onderwijs. Dus ik denk dat het zeker tijd is om dat te doen. Maar ik wil nog eventjes inpikken op die stagiairs uh, voor de klas. Uh, op zich, de praktijkshock is, is groot. Mm -hmm. Sowieso. Hè. Um, en we hebben allemaal gevraagd dat ze vanuit de lerarenopleiding beter zouden voorbereid worden. Dus we moeten daaraan meewerken om ze ook wel wat ruimte te geven om dat uh, op te doen. Maar dat is niet voldoende. Want als ze dan 1 september nadien de schoolpoort binnenwandelen als leerkracht, dan staan ze weer solo slim voor de klas en ja. moeten ze het alleen doen. Ja. Dus het pleidooi om teams te bouwen waar die, die startende leerkracht deel van uitmaakt. Hè, en waar er letterlijk de mentor zit in het team. Waar je dan ja, activerende werkvormen en co-teaching-activiteiten uh, hebt, waardoor die ook niet meer alleen voor de leeuwen ik maar zeggen, geworpen wordt. Dan heb je een soort on-the-job training. Ja, gedurende meerdere jaren na ja, 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 ja. elkaar, waardoor dat, ja, we hopen dat ook het, het lek dat ontstaat, hè, dat ze binnen de vijf jaar niet, niet snel de kar keren en er weer uit, uitstappen. Dus door, hen, uh, ja, door naar een modern personeelsbeleid te evolueren, waardoor scholen de autonomie en, en ook de verantwoordelijkheid. Hè, ik denk dat besturen en scholen dat graag die verantwoordelijkheid opnemen. Om dat personeelsbeleid te voeren, uh, om zo vastere uh, teams te kunnen maken over schooljaren heen. Ik ga er maar een ander uh, plaatje op tafel leggen. Misschien moeten we dan ook wel een keer durven nadenken over het financieringssysteem ja, ja. van onderwijs. Zodanig dat we niet elke keer blijven vasthangen aan die teldatum van 1 februari en mm -hmm. aan het aantal leerlingen. Ja. Waardoor het elk jaar, vandaag ben je mijn collega en morgen niet meer, mm. omwille van de spannend. schommelingen. Ja. Ja. Dus laten we naar een systeem evolueren dat dat wat uitvlakt. En dat we ook leerkrachten een vaste omkadering kunnen geven. En een vast team dat ze jaar na jaar toch een beetje die stabiliteit mm. hebben. Ik, denk dat, allez, ik wil daar ook even op inpikken. Ik denk dat Yves een aantal rake uh, opmerkingen maakt. Ik ben zelf ook nog in de lerarenopleiding uh, ben ik nog actief geweest. En ik heb dat toen al gevonden dat, dat de hele opleiding van leraren uh, dat dat eigenlijk heel absurd is. Uh, omdat je eigenlijk moet kunnen zien van ja, leraar worden dat eindigt niet als je diploma hebt, maar eigenlijk loopt dat ook nog door. En we moeten denk ik durven te spreken over een proces van jaren om u te voorkwamen in, in dat vak uh, van leraar zijn. En daar zelfs ook nog uw specialismen en uw kwaliteiten nee. in verder ontdekken. En dus dat idee is, dat, het is eigenlijk ook maar een startbewijs, maar precies is dat ook het enige bewijs dat we vragen. En eigenlijk hebben we later in de loopbaan van leraren nog maar weinig dat we doen als het gaat over u uh, onderscheiden en verder doorprofessionaliseren. Dus ik denk enerzijds opgenomen worden in een team. Het idee ook trouwens ook al van in de stage. Want wat gebeurt er heel vaak? Ik kom lesgeven, maar mag kom observeren. Of ik mag van voor gaan staan en is de leraar van achter. Mm. Maar waarom doen we geen stage settings waar dat je samen met de leraar in co-teaching, co ja. maar waarbij dat je zegt: nu focus ik vooral op een goede instructie geven. Mm. Dan ga ik misschien eerder met leerlingen aan de slag die het al goed kunnen en die ik mm. we, Of nu ga ik als leraar, allez, dit, dit soort van modellen al van in de leraaropleiding en dan doortrekken de jaren nadien, zou ik eigenlijk al een goede zaak mm. vinden. De talenten van jonge collega's. Ook echt gaan benutten, want dat zie je dan ook. Sommige van jouw collega's komen met nieuwe skills. Die hebben iets, misschien iets meer met die data gedaan, of die kunnen misschien iets meer met die technologie doen. Een aantal andere zaken. Daar zouden ze juist wel de trekker van kunnen zijn in het team, zodat je ook niet alleen de junior bent versus de ervaren, maar eigenlijk ook op een aantal vlakken expertise. Te brengen hebt, waardoor je ook die leerimpuls of die voeding in scholen een stukje gaat kunnen organiseren. Dat vind ik belangrijk. Ik vind trouwens ook dat de verloning daar ook een stukje meer getrapt in mag zijn, zodat er niet alleen anciëniteit, maar ook een stuk uh, ja, competentie gericht met wat, richting, wat trapjes uh, zou moeten kunnen uh, evolueren. Dat geeft, en als je die autonomie meer in een school kan leggen, He, want dan spreek ik ook over financiering. Mm. Ja, dan, dan kan je ook wel een dynamischer beleid gaan, gaan voeren. En het gaat niet zozeer over verloning, dat dat het ding is. Maar vandaag is het dat wel zeer. Lineair, het gaat gewoon een beetje omhoog ja. met de anciëniteit. En dat is het. Je kunt eigenlijk weinig meer mm. doen. Het dus lijkt mij, uit de, al, deze, al wat ik hier hoor, dat we uit de privé veel kunnen leren. Wat betreft een aantal modellen en een aantal werkvormen. Lisbeth, wij hadden het er eerder ook al over. En jij zei zelf: we, in het onderwijssysteem zijn er best weinig gewoontes die in de privé wel zijn. En die misschien wel nuttig kunnen blijken. Ja, er zijn, er zijn in de privé zeker een aantal concepten die heel normaal zijn. Hè. Je verandert na vijf jaar van job. Dat is in de privé op dit moment heel gangbaar, bijna van moeten. En dat is in het onderwijs, denk ik, bijna niet bestaande. Hè. Als je verandert, is het uit hele grote onvrede of het is uh, om iets totaal anders te gaan doen. Maar waarom zou je niet. Een jaar, twee jaar, drie jaar in een andere school kunnen lesgeven. En dan eens kijken, ik heb zelf eerst, voor ik in mijn huidige school terechtkwam, drie grote interims gedaan in twee andere scholen. En ik vind dat echt een zegen. En ik weet dat ik geluk heb gehad om dat maar één jaar te moeten doen en ook altijd één school. Hè, want niemand moet jaloers zijn op die leerkrachten die, condis, die, ja, die, die zo in drie scholen tegelijk staan en dan hè, maar alle ballen tegelijk in de lucht moeten houden. Maar um, het feit dat je zo eerst in twee andere scholen hebt gestaan, maakt wel dat je kan vergelijken en ik denk dat dat wel waardevol is dat je inderdaad kan vergelijken tussen de ene school en de andere school. Schoolculturen verschillen gigantisch en ik kan mij voorstellen dat een leerkracht met een bepaald idee van hoe wil ik leerkracht zijn dat die zich in de ene school echt heel goed voelt en in een andere school zegt van Oh, maar in, in deze context lukt het mij echt niet. En dat zijn zo ideeën waarvan ik denk die scholen zijn ook in de laatste twintig jaar soms veranderd. Hè. Je ziet scholen van publiek veranderen, je ziet scholen van context veranderen, leerlingen veranderen. Dus. Dan denk ik ook van ja, waarom kan dat niet dat je inderdaad zegt hè, van zullen we eens wisselen van school voor een aantal jaar en dan kan je bij mij komen kijken hoe het bij ons loopt en ik kom bij jou kijken. Nu natuurlijk, we zijn met mensen bezig. Hè? Je kan niet zomaar een klas ja. de ene week aan die leerkracht geven en de volgende aan de andere. Maar ik denk dat daar toch zeker dat, dat gluren bij de buren, een beetje meer flexibiliteit, dat taboe ook doorbreken. Want dat... Dat zijn ook taboes in het onderwijs. Hè. Als je verandert van school, dan oe, dat, dat is dat, dat is iets wat moeilijk ligt. En dan denk ik, ja, eigenlijk zou het iets natuurlijks moeten zijn. Als ik heel graag op mijn school ben, dan blijf ik. Maar als ik na twee jaar voel van, oeh, ik hoor van collega's of van vrienden dat het op die school er anders aan toe gaat en dat ligt mij beter, dan zou ik eigenlijk in alle veiligheid moeten kunnen zeggen van... Ik ga bij een ander bedrijf mm. werken. Mm. En, en dat is in die schoolcontext toch. Heel moeilijk en, en heel dat gevoelig. Ja. Ja, dat zijn culturele factoren. Ja. Hè. Ik zou ook niet graag hebben dat we alles vanuit de privésector zomaar nee, nee. naar onderwijs doen. Hè. Nee. Alsof dat daar allemaal in orde is en bij ons allemaal fout. Hè. Het zijn vooral culturele zaken, de manier hoe dat we samenwerken, de manier hoe dat wij praten over het werk, de kwaliteit bijhouden, daarover, ja, verantwoording afleggen, naar de maatschappij, naar ouders, eh, rapporteren en zo verder. Ik zou niet graag alle ISO-normen van bedrijven allemaal in onze scholen willen nee. krijgen. Uh, nee. Dat, uh, denk ik denk niet dat dat uh, oké okay is. Maar wat wel? Maar wel. Ik denk wel dat we jaloers zijn op de ruimte om zelf een, een personeelsbeleid mm -hmm. te mogen voeren, waarbij dat we mensen in hun sterktes kunnen zetten, uh, waarop, waarbij we kunnen afwijken van puur het diploma-denken, zoals ja. het onderwijs is. Hè? Waarom kan een bachelor niet leerlingen begeleiden tot in het zesde jaar? En in de lessen moet hij het afgeven aan een master. En die kan dat precies wel beter. Dat is gedaan. Mm. Ik denk dat we daar moeten echt wel van afstappen En zulke lessen kunnen we wel trekken uit het privé. Ja. Om meer competentiericht te werken, Juist. meer dat leren, Juist. aandacht te geven En scholen. Lerende ja. organisaties maken met, ja, met daar voldoende middelen en omkadering. Mm. En een setting waarin ze zich ook ja, gemotiveerd weten om die inspanning ook te doen. Mm. Absoluut. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is en ik denk die als je kijkt wat er allemaal te doen is, onderzoek op school, praktijkonderzoek, samen scholen kunnen gaan verbeteren, collega's mm. opleiden. Mm. Uh, allee, het is een, een ongelooflijke variëteit aan dingen. Ja. Alleen denk ik dat, dat we daar net meer die vrijheid voor moeten gaan opzoeken. Uh, en ik denk ook wel de gesprekken kunnen voeren over wat ambiëer ik, waar wil ik naartoe, wat heb ik ja. geleerd. En dat, dat volg ik wel, hè, dat dat, 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 dat vrijelijker kan. En dat we niet een, naar een soort van gelijkheidsmodel gaan, want dat voel ik wel als een mm. grote... Valkuil, uh, waarbij dat we, dat iemand die zich wil onderscheiden, als ik het zo mag zeggen, dat dat eigenlijk lastig is. Ja. Hè? Terwijl ik denk, nee, nee, Net je mocht je onderscheiden, maar onderscheiden niet als ik ben beter dan u, maar eerder van dit is wat dit is mij mijn ligt, kwaliteit. Dit is mijn, mijn kwaliteit, daar wil ik mij specialiseren. En dus ik denk ook dat idee van allez, leraren die blijven leren, maar die ook een stukje uh, die competenties verder uitbouwen, kunnen we daar ook. Termen opplakken kunnen mensen ook zeggen: dat is waarvoor je mij kan aannemen. Dus nu word je in een lerarenambt, in een vak uh, aangenomen. Wat een idee eigenlijk, terwijl hmm. ik misschien op zoek ben naar een onderwijstechnoloog om dingen mee vast te pakken. Of ik ben op zoek naar iemand die een stukje mee, die onderzoeks. Uh, hmm. mee, van alles. En dat zit eigenlijk allemaal niet vervat in hoe we vacatures uitzetten. Dus dat is echt, als we dan spreken over de overheid, dat ik denk. Allee, scholen kunnen daar al wat vrijelijker proberen mee om te gaan, maar in de feite moeten ze toch altijd iemand plakken in een van die kottekens ja. die voorzien zijn. Want je begint over de overheid. Ik wou eigenlijk net vragen, goed, we hebben, we hebben het afgelopen half uur heel wat concrete aanbevelingen gehoord, maar waar moeten we beginnen? Ligt het bij de scholen? Ligt het bij het beleid? Ligt het ergens tussenin? Mm -hmm. Wat doen we morgen? Ja, ik denk, vandaag is er ook al een zekere beleidsruimte die niet wordt benut. Ja. Hè? Scholen worden nog ja, op basis van een gewoonte. Hè. Het is daarnet gezegd ook in de inleiding. vast ingeslepen routines. Zo organiseren we de school. En voilà, we kopiëren dat jaar na jaar en van elkaar. Dus er is vandaag al enige beleidsruimte die amper wordt opgezocht. Er zijn al heel wat scholen die in een transitiefase zitten. die echt wel de regels, laten we zeggen, op de randjes ervan aflopen. Maar daarnaast denk ik, is er zaak. Om uh, ja, met de politieke partijen, vakbonden andere stakeholders een keer rond de tafel te gaan zitten en het onderwijshuis een keer opnieuw te bespreken, voor meerdere legislaturen na elkaar, dus ja. vanuit een visie, zodanig dat er autonomie kan gegeven worden aan onderwijs. Aan, aan, aan schoolbesturen, die toch de verantwoordelijkheid daarvoor nemen uh, om onderwijs te organiseren. Mm. Mm. En kijken welke flankerende regelgeving we daarvoor nodig hebben, waar een wat ruimte zou kunnen zijn voor personeel. Mm. Maar ook alles wat te maken heeft met die studierichting, ja. die programmaties. Want daardoor hebben we heel veel kleine kotten gemaakt en hokjes. Die vaak heel klein zijn, waar een leerkracht voor staat, die we niet meer vinden in Vlaanderen. Hè? Dus ik zou dat toch een keer willen ja. nu nog zien dat het organisatievraagstuk, hè, dat we daarvoor ruimte krijgen om dit zelf in handen ja. te nemen. Ja. Lisbeth, wil jij ja, aanvullen? Ik, ik denk ook dat daar heel veel zit vanuit het beleid, waar wij heel vaak het gevoel hebben dat we weer getest worden of weer hè, een evaluatie krijgen of weer, zoals nu ook die... Die uh, algemene testen die er gaan komen, mm. dan denk ik, eigenlijk had ik dat niet nodig. Ik had liever een brede en een grote kwaliteitszorg mm. gehad, hè, waar inderdaad plaats is om te gaan evalueren van we hebben nu zo'n team, dit is eigenlijk nog wat we nodig hebben. Hè, en kan dat erbij, kan dat er niet bij? Hoe kunnen we inderdaad beter onderwijs geven door inderdaad te zorgen dat we bepaalde profielen of bepaalde dingen aantrekken? En dan is het gewoon eigenlijk. Bijna een vernedering soms, als je dan hoort dat we allemaal testen hoe goed de scholen zijn. En dan denk ik echt: nee, daar, allee, daar, daar doe ik het niet daar voor. voor nee. Afsluitend? Ja, misschien best? nog gewoon: dat, ik wil dat ook echt zeggen, voor mij gaat het over. Meer vertrouwen geven aan scholen. Scholen hebben de laatste jaren zich georganiseerd in grotere, meer professionele verbanden. Dat was eigenlijk een goede operatie, denk ik. En die is nog niet helemaal voltooid, maar die is wel nog volop bezig. En ik denk dat scholen echt wel voldoende grote professionele organisaties zijn, met besturen die ook ontzettend aan het vernieuwen zijn, waar ook echt wel heel wat impulsen komen. Dus geef meer vertrouwen aan scholen. Zorg er ook voor dat er meer middelen, eh, vrijere middelen komen, waar scholen zelf ook een stukje richting mee gaan kunnen voeren zodat je ook een diversiteit in je onderwijslandschap krijgt. En dat gaat zichzelf dan ook beter regelen. Ik heb niet veel vertrouwen in het feit dat de overheid het zal proberen te doen. Ik denk dat de overheid impulsen moet geven. En zeggen we gaan daar en daar impulsen rondgeven. Mm. Dat wel. Maar voor de rest veel vertrouwen aan het, aan het veld, aan de school. Ik denk dat dat de essentie is. Lisbeth, ga je akkoord? Ja. ja. Maar. 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 Inderdaad. Mm -hmm. uh, ik ik huiver er ook af en toe wel een beetje van. We laten het over aan de scholen. Okay. Omdat inderdaad, we hebben de ervaring van het md decreet En daar hebben wij toch wel allemaal denk ik, heel hard gezweet. Ik heb mij met hand en tand en alle macht die ik had nageschoold. Um, en dat is, denk ik, wel gelukt. En ik heb daar heel veel van geleerd. Maar ik voelde mij daar niet in ondersteund op dat moment. Ik voelde mij helemaal niet ondersteund. En dat ligt niet aan mijn school. Mm. Nee, nee. Dat ligt aan een, aan een M-decreet dat van bovenaf wordt ja. opgelegd. Ik krijg inderdaad allerlei leerlingen in mijn klas die ik absoluut alle kansen wil geven en waar ik helemaal voor wil gaan. Mm. Maar waar ik op dat moment... Van, van Oh jee, oké, okay, wat gaan we nu doen? Mm -hmm. en, dan inderdaad, en dan is dat schakelen en ik wil dat allemaal doen en ik denk dat heel veel mensen dat wilden doen. Maar wij waren daar vanuit de school was ik heel erg heel hard ondersteund van hè, volg maar nascholingen zoveel je wil en we willen alle informatie die we hebben krijg je en dat is dat was echt geen probleem. Maar als je zoiets vanuit een overheid niet ondersteunt dan denk ik hmm. dat het gewoon ja, geen geen Eerlijke kansen zijn, ook niet voor de leerlingen en niet voor de leerkrachten. En dat je leerkrachten hebt die daarop afknappen, kan ik heel goed begrijpen. Ik geloof dat wat jij zegt herkenbaar is voor veel leraren. Tegelijkertijd geloof ik dat wat de suggesties hier vanavond zijn. Ook uh, als muziek in de oren klinkt wat betreft de toekomst. We gaan ons gesprek afsluiten. Jij wil nog iets aanvullen, Yves? Ja, Ik wou nog zeggen: misschien is de school soms qua schaalgrootte net te klein. Mm. Soms moeten we op grotere schaal durven denken om kleinschalig rond die leerlingen en leerkrachten te kunnen organiseren. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen: dat vertrouwen, die autonomie, uh, ja, geeft het aan de schoolbesturen, waar meerdere scholen onder ressorteren, zodanig dat. Eigenlijk ja, ja dat... schoolbesturen, dat voilà. ik ook. Zodat ja, ja. de schaal hachten, niet te klein is. Ja. En dat er nog een voldoende efficiëntie en effectiviteit kan gerealiseerd worden. Mm. Dat wil ik nog aan toevoegen. Mm. Goed, het is overduidelijk dat hierover het laatste woord nog niet gezegd is. Maar dat we wel een boeiende tijd tegemoet gaan als het aankomt op onderwijsveranderingen. Ik dank jullie hartelijk om erbij te zijn tijdens dit gesprek. En uh, hopelijk kunnen we het nog een keer verder zetten. Yves de Martelaren, ja. dank u wel. Elisabeth ja. de Preu en Bert Smits, dank u wel. Ja, dank u wel.